En waarom heb jij vandaag naar Tieschap? Dat ik in Bergen aanpikken en dan vertrekken naar München. Lang ben je? Toch een 9 uur rijden. Oh, mooie rij. En wat moet jij vandaag nog doen? Ik moet in Beringen laaien en dan juist over de grens in Duitsland worden. Het is een doordeweekse dinsdagochtend bij Davina en Martijn thuis. Het jonge koppel werkt als vrachtwagenchauffeur bij Transport Gijs. En dat doen ze met veel liefde. Transport Gijs is als familiebedrijf al meer dan 100 jaar actief in de transport- en logistieke sector. Drie generaties transportervaring zorgen voor de know-how in alle takken van de organisatie en voor een bedrijfscultuur waarin de klant voorop staat. Ik werk nu ongeveer een jaar bij Gijs. Ik heb ook mijn opleiding binnen het bedrijf zelf gehad, een heel fijne opleiding. Maar het is een prachtige job. Je bent heel zelfstandig, ondanks dat je toch je planning hebt en weet wat je moet doen. Je komt ook verschillende mensen tegen, je ontdekt verschillende plaatsen dat je nog niet eens wist dat ze bestonden. Het is vooral ook een uitdagende job. Je komt op momenten iets tegen dat je op dat moment zelf moet zien op te lossen of moet zien hoe je het gaat doen. Maar tegelijkertijd weet je dat je een houvast hebt. En de mensen van Gijs, je kunt altijd iedereen bellen, de garage, de planning. De mensen bij BCC dergelijk, ja, dat maakt het wel fijn dat je toch weet. Je moet creatief zijn en het zelf oplossen, maar je hebt toch altijd mensen in een veilige omgeving die, ja, waarop je kunt terugvallen en waarvan je de steun krijgt. Wat ik nog belangrijk vind is dat de werkgever probleemoplossend is. Dat hij onverwachte problemen ook goed kan oplossen. Niet ten koste van de werknemers of dergelijk. Jonge mensen, denk ik, dat je vooral kunt overtuigen door ze een ritje laten meten, maken in een camion. Er is nog veel te veel angst, denk ik, om die drempel over te gaan. Ook het milieu wat je hebt, het is eigenlijk onbekend voor velen. Ik werk al 3,5 jaar bij Transport Gijs als bulklader. Vrachtwagens komen hier binnen voor te laden. Eerst doen we een check-up, het bulk samen met de chauffeur, of het bulk proper is. Daarna gaan we de eerste tijd laden. We hebben hier een goede sfeer, samen met vrienden. We zijn buiten. Schoon job. Gijs is een familiebedrijf dat volop in expansie is. Wij zoeken op al onze afdelingen mensen. Wij zoeken chauffeurs, wij zoeken arbeiders voor onze logistiek. Daarnaast zoeken wij ook bedienden. Dus voor heel het bedrijf zoeken wij mensen. We zijn op zoek naar joviale mensen die plezier vinden in het werk. Die dan ook meedenken met het bedrijf en echte teamplayers met aandacht voor veiligheid en milieu. Kandidaten kunnen zich aanmelden rechtstreeks bij Gijs. Verschillende kanalen, onze website, telefonisch, e-mail of ook rechtstreeks via onze in-house partner Flexpoint die ons bijstaat bij de zoektocht naar gemotiveerde, joviale medewerkers.